Dit is het Nationaal Ereveld in Loenen. Hier liggen 4000 Nederlanders begraven die door oorlogsgeweld om het leven kwamen. 4000 stenen en achter elke steen schuilt een verhaal. Achter elke steen een gezicht. Vandaag brengen we een aantal van die verhalen weer tot leven. Geven we de slachtoffers weer een gezicht. Welkom bij Ereveld vol verhalen. Hier ligt Geert Schoonman, geboren in 1917 in het Noord-Hollandse Wormerveer. Na de capitulatie van het Nederlandse leger belandt Geert in het Twentse verzet. Rooie Geert, zoals zijn verzetsnaam luidt, komt terecht bij de knokploeg Enschede. Dat stond onder leiding van Johannes ter Horst. Tot aan hun dood zijn die twee onafscheidelijk. In 1952 krijgt Geert voor zijn uitzonderlijke moed postuum het verzetskruis van koningin Juliana. Het moet hier ergens liggen. Ja. Ik geloof dat het zonder een plek. Daar zo'n beetje. Even kijken. Hier, kijk. Schoonman. Geert Schoonman. Oh, ja. Geert heeft de laatste jaren van zijn leven hier gewoond. En met de Stolpensteiner is het altijd dat het neergelegd wordt op het laatst bekende adres. Jullie zijn als zeg maar nicht van Geert en als achternicht van Geert, zijn jullie in de geschiedenis van zijn leven gedoken. Waarom? Omdat er heel veel vragen waren omtrent zijn overlijden. Hij was 3 jaar zoek. De familie heeft er enorm onder geleden, met name mijn moeder heel erg. In eerste instantie wilde ik er niks van weten, maar na haar overlijden toen ging het heel erg spelen, vooral bij Vera. En zij heeft me langzaam meegenomen in haar zoektocht. We zijn bij de paardenslengte in Hezingen. En dat is voor de familie best wel een beladen plek. Want hier heeft mijn oom Geert de laatste dagen van zijn leven doorgebracht. En hier vonden we droppings plaats. Dit boekje is ontstaan na een zoektocht van 5, 6 jaar. Het zijn eigenlijk al onze verhalen, de ervaringen die we hebben opgedaan hier in het oosten, maar ook in Zaandam. We zijn zeg maar teruggegaan naar de plekken waar Geert is geweest, ja. Zoals deze plek. Ja. En hebben daarover geschreven, over onze ervaringen en de mensen die we hebben ontmoet. Erkenning zoeken voor oom Geert, alhoewel natuurlijk heel veel verzetsmensen hier aan meegedaan hebben. Maar heel veel mensen hebben een straatnaam gekregen, al brachten ze een krantje weg. En mijn oom Geert heeft best heel veel betekend. En ook de vragen omtrent zijn dood en zijn verdwijning, dat speelde heel erg in de familie. Ja, en daar gingen wij achteraan om dat te onderzoeken. Wat is er eigenlijk gebeurd? Die sleutels zijn ook vrij bijzonder. Dat is een van de grootste gevangeniskraken tijdens de oorlog geweest in 1944. Is het huis van bewaring in Arnhem, daar zijn 56 gevangenen uit bevrijd. En daar heeft Geert aan meegedaan, samen met zijn kameraden. Geert en Johannes hebben zich zeg maar verkleed en bij de portier voorgedaan als marechaussee. Met een gevangene bij zich en wisten zodoende het huis van bewaring binnen te komen en wisten ze via intern, zeg maar, gevangenen te bevrijden. We zijn ergens rondom de vliegbasis, de voormalige vliegbasis Twente, moet ik zeggen. Geert moet hier ergens zijn gefusilleerd. 6 oktober is hij in zijn longen geschoten, in zijn rug, bij boer Evers en tegen het prikkeldraad op. Toen is hij eerst in Oldenzaal in het ziekenhuis gekomen. En wat wij hebben vernomen is dat ze getransporteerd zijn naar het vliegveld Twente. Zijn lichaam is ook pas later gevonden?
3 jaar later. Ja. Het zijn niet alleen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die hier begraven liggen. Ook soldaten die tijdens recente vredesmissies om het leven kwamen, hebben hier hun laatste rustplaats gekregen. En hun oude makkers komen elk jaar in grote getalen naar Loenen om de herdenking bij te wonen. DVBA is de Dutch Veterans Bikers Association, zoals dat heet. Het is puur een vereniging waar elke veteraan die motorrijdt lid van kan worden. We hebben allemaal iets gezien en meegemaakt. Heel veel jongens hebben daar ook last van. De doelstelling dat we puur alleen met veteranen willen rijden is dat we elkaar aanvoelen. De broederschap die we in het leger hadden, in missies hadden en dergelijke, dat komt weer terug in die vereniging. En ja, dat trekt elke veteraan aan. Ik ben op missie geweest in Libanon, in de overgang 1982-1983, als IP-chauffeur. En wij zaten eigenlijk net na de Israëlische invasie, waardoor de spanning in het gebied erg groot was. Alleen gelukkig wel de rust redelijk aanwezig was. Maar even goed spannend. Alleen niet beseffende dat ik na 30 jaar last zou krijgen van een aantal zaken in mijn onderbewustzijn. Druk, nachtmerries, vechtpartijtjes in bed, springen, niet omdraaien, maar omspringen. En uiteindelijk wees mijn vrouw mij daarop van, joh, wat doe je allemaal s'nachts? Ik zit 23 jaar binnen Defensie en ik merk dat er gewoon een gigantische brotherhood in deze club zit. De passie, maar ook als ik problemen heb, dan is een belletje en ze bellen je gelijk op. En we kletsen met elkaar, zoals vandaag ook. Dan is het niet alleen maar motorrijden of loenen, maar als je dingen thuis hebt, kan je hier ook gewoon kwijt. Want er zit zoveel ervaring in deze club. Al zit je niet in een situatie als bijvoorbeeld een veteraan, ik denk dat het herkennen of het herdenken van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook van de latere missies allemaal, dat een ontierlijk belangrijk iets is. Mensen geven een deel van hun leven om de vrijheid te bewaken en ik vind dat op de juiste manier herdacht moet worden. Herdenken is meer dan alleen terugkijken. De verhalen leven voort. De verhalen worden gedeeld met jonge mensen. En door het delen van de verhalen weten ook u en mijn kinderen en kleinkinderen straks dat vrede en vrijheid kostbare geschenken zijn. Dames en heren, jongens en meisjes. Vrede vraagt moed. Het klinkt door in de strengheid van de moeder die geleerd heeft hoe honger smaakt. En door in de dromen van de vader die nog steeds onrustig slaapt. Door in de buikpijn van de dochter. Ik ben het water van in de beginnen. Ik ben de moeder van al wat leeft. Je kunt mij verlaten. Je blijft me beminnen. Want ik ben de schoot die neemt en geeft. Leef maar. Je leeft toch uit mijn bronnen. Schrijf maar. Je schrijft toch met mijn bloed. Al wat bestaat is in mij begonnen. Ik ben je gemis en je overvloed. Slaap maar met mij, want ik ben je dromen. Ik wil je wiegen, je bent mijn kind. Loop maar,
Ten slotte zul je komen waar je begon en waar alles begint. Dit bord hing in de oorlog in Oranjehaven in Londen, het trefpunt van Engelandvaarders. Op dit bord staan alle namen van Engelandvaarders die in de oorlog om het leven kwamen. Een van hen was Pieter Hoekman, de verzetsman Pieter Hoekman van Urk. Velen van u zijn dikwijls met grote opoffering en levensgevaar uit het vaderland hierheen gekomen. Een van de 1700 Engelandvaarders die wilde vechten voor het vaderland is Urker Pieter Hoekman. Als 23-jarige marechaussee vecht hij in mei 1940 bij Den Haag tegen de Duitsers. Als het regime van de bezetter verhardt, vertrekt Piet in 1941 naar Frankrijk en bereikt hij via Curaçao en Canada eind 1942 Engeland. De Irene-brigade vond niet te lang duren om actief toch te gaan vechten. Hij wilde echt actief, dus eigenlijk of commando of geheim agent, dat waren de keuzes voor hem. Piet trekt al die maanden op met de 6 jaar jongere Bram Grisnicht. In Engeland worden ze in 1943 gerekruteerd als geheim agent voor bureau inlichtingen en voorbereid op hun dropping boven Nederland. Als grote broer en kleine broer. Piet was 25, Bram was 18 toen ze elkaar leren kennen. En Piet had al militaire ervaring, had bij de marechaussee gezeten. En Bram, dat was nog een scholier. Piet Hoekman alias St. George en Bram alias St. Patrick worden in de nacht van 19 op 20 september 1943 gedropt boven Noord-Brabant. Maar in plaats van bij Escharen landen ze 20 kilometer verderop in Beuge, waar een herdenkingsteken aan het moment herinnert. Vandaar gaan ze naar het westen, waar Piet vanuit Den Haag geheime berichten naar Londen doorzijnt. Zodoende kwamen er ook berichten naar Engeland. Dus voor de regering, hoe was de stemming van het volk? En voor de militaire informatie, troepenconcentraties, welke fabrieken maken spullen voor Duitsers? En dat was natuurlijk essentieel voor Engeland en Amerika. Op 6 november gaan Piet en Bram terug naar Escharen. Ze willen op visite bij Gerard Beuvink, de marechaussee die hen in september bij hun landing zo goed heeft opgevangen. Maar het bezoek komt slecht uit. Juist die nacht landen er bij Escharen 2 andere geheimagenten, Sijmen Verhagen en Jan Diesveld. Hun spullen vallen in handen van boer Jan Zwartjes in het gehucht Keent. Verhagen en Diesveld moeten ze per se terug hebben. Maar omdat Verhagen nog luchtziek is, biedt Piet Hoekman aan om met Diesveld en Beuvink naar de boerderij van Zwartjes te gaan. Er blijkt een noodlottige ruil, want de boerderij is verraden. Die keken ze in de loop van de Duitse geweren. Piet Hoekman heeft als een soort reactie de petroleumlamp kapotgeslagen. Dan zijn zij in de verwarring en wij kunnen proberen er tussenuit te gaan. Nou, Diesveld, dat lukte. Die ging een gang in met een deur en die kwam naar buiten toe. De andere kant ging Piet Hoekman ook een gang in, die loopt dood. Op hetzelfde moment klinkt de schot en is er een felle lichtflits. Zwartjes en zijn familie zien dat de grootste van de 2 bezoekende mannen nog leeft. Hij kermt van de pijn. De soldaat met het geweer loopt naar hem toe, zet het wapen tegen de slaap van de gewonde man en haalt de trekker over. Piet Hoekman wordt maar 26 jaar. De Duitsers cremeren zijn resten in SS-kamp Vught. Hij heeft geen graf, maar zijn naam staat sindsdien wel op minstens 4 gedenktekens. Eén daarvan is de kapel van het ereveld Loenen bij Apeldoorn. Een wandbord herinnert aan de 95 Engelandvaarders die zijn omgekomen. Een bord dat koningin Wilhelmina in 1949 zelf onthulde.
Misschien wel het bekendste oorlogsgedicht is het Lied der 18 Doden van schrijver en verzetsman Jan Kampert. Het gaat over 18 verzetslieden, bijna allemaal lid van de Geuzengroep, die in hun cel wachten op hun executie. En heel bijzonder is dat vandaag Remco Kampert, de zoon van Jan Kampert, het gedicht van zijn vader voorleest hier in Loenen. Een cel is maar 2 meter lang en nou 2 meter breed. Wel kleiner nog is het stuk grond dat ik nu nog niet weet, maar waar ik naamloos rusten zal. Mijn makkers bovendien, wij waren 18 in getal. Geen zal vanavond zien. Arnhemmer Jan Strategier kreeg in 1960 zijn laatste rustplaats in graf E8, hier op het Ereveld. Toen pas konden zijn resten in een graf in concentratiekamp Sandbostel geïdentificeerd worden. En al die tijd zat zijn familie in onzekerheid over het lot van hun echtgenoot en vader. Maar wat nog nooit is opgehelderd, is de reden van zijn arrestatie. Was het echt alleen vanwege een satirische tekst over de Duitse bezetter? Of zat Strategier veel dieper in het verzet? Hier. Hier is het. Ja, dit is het. J.W. Strategier. Jan Strategier. Ja, echt. Nou ja, het kamp was al bevrijd. Op 29 april kwamen 1945 kwamen de Canadezen. En die troffen een verschrikkelijke ellende aan. Er was tyfus uitgebroken. Onmenselijke omstandigheden. Onmenselijke omstandigheden. En nou ja, in 1-2 weken is bijna alle mensen die er zaten zijn allemaal gestorven. Verschrikkelijk moet het geweest zijn. Dat moet vreselijk geweest zijn. Pas echt heel veel jaren na de oorlog is hij gevonden daar. En daarmee was het raadsel opgelost van waar hij al die jaren was gebleven. Dus. Ja. Maar het begon natuurlijk eerder al met het raadsel van hoe hij aangehouden was. Want dat was ook heel vreemd, hè? Ja, dat was inderdaad heel, heel vreemd. En nou vertel jij maar. Dus, een zus van mijn vader trouwde. En er is een feestgids gemaakt dus door mijn vader en door Om Herman. Dus met z'n tweeën hebben ze dat gedaan. En alles was ondertekend met 6,5. Dat was natuurlijk satire. Die pastoor die mijn tante getrouwd heeft, die zat in de trein waar een razzia was. En toen hebben ze dus die feestgids gevonden. En die pastoor moest vertellen van wie die feestgids was. Nou, de naam Strategier was in Arnhem wel een beetje bekend. Dus ze wilde eerst achter Om Herman aan. Maar die had al 4 kinderen. En mijn vader zei van, ik heb nog maar 1 kind en mijn vrouw is wel zwanger. Maar goed, ik meld mij wel in de veronderstelling dat ik met 3-4 dagen weer thuis ben. Maar dat loopt anders. Jan wordt naar concentratiekamp Sandbostel in Duitsland gestuurd. Waar hij in het zicht van de vrijheid sterft. Na de oorlog wordt zijn naam opgenomen in de erelijst van gevallenen op het Binnenhof. En dat stelt de familie voor een raadsel. Er moet iets zijn waarom dit allemaal gebeurd is, maar ze kunnen het niet vinden. Als zo'n futiliteit de reden is voor deze leidersweg... en gezien ook de vermelding van die naam op die erelijst van gevallenen... moet er meer zijn waardoor het zo dramatisch is afgelopen. De gedachte dat hij vanwege een satirisch stuk wat hij geschreven had voor een bruiloft, dat hij alleen daarom opgepakt is, dat gaat wel verder. Hij moet iets bijna het verzet gedaan hebben. Ja. Ik dacht van de Oorlogsgravenstichter of van het Rode Kruis, heb ik een brief. Daarin staat dat mijn vader een hoogstaand Nederlander was die veel voor de Joden gedaan heeft. En dat vertelde moeder wel eens, dat hij 's nachts vaak wegging. Ja. En dat ze zeggen, je moet niet vragen waar ik naartoe ga, want dan weet je ook niks. Hij heeft het niet overleefd. Hij is heel lang zoek geweest. Ja. Uiteindelijk in 1960 is hij hier in Loenen terechtgekomen. Ja. En wat betekent dat dan, als je hier staat, hoe voelt dat? Ik weet wel dat ik met mijn kinderen en kleinkinderen geweest ben hier. En dat wij zeiden, mijn man en ik, zijn ze niet mooi op onze kleinkinderen? Hier zijn je kleinkinderen. Een tijd waarin uitsluiting en overheersing leiden tot onderdrukking.
Voorwaarts! Mars! Dit is hem, hè? Ja, Cornelis Kameling. Ja. Ja. Uit Neuengamme is hij. 3 januari 1945, ja. Ja. Dit is een van de gedenkboeken hier op het ereveld in Loenen. In die boeken staan de namen van 130.000 oorlogsslachtoffers die ergens om het leven zijn gekomen en waarvan de laatste rustplaats niet bekend is. En dat geldt ook voor jouw opa, Marijn. Dat klopt, ja. Die heeft geen rustplaats officieel dan. Dus wij zijn altijd spoorloos. Ja. Je hebt daar onderzoek naar gedaan. Wat was jouw onderzoek precies? Wat heb je onderzocht? Nou, in eerste plaats moet je natuurlijk een overkoepelend thema. En dat was de gereformeerde kerk en het verzet tegen de Duitsers. En daar heb ik dus mijn opa, mooi als gereformeerd onderwijzer en ook een vroom religieus man, heel mooi in kunnen verwerken. Ja, want jouw opa was verzetsman. En die werkte vanuit zijn geloof. Ja. En wat was het verzetswerk? Wat deed hij? Waar bestond dat uit? Vervoeren van bonkaarten, het vervoeren van onderduikers naar verschillende veilige adressen. En ook het brengen van voedsel. Ja. En dat is niet onopgemerkt gebleven, want hij is opgepakt. Ja. Heeft hij nog wel contact gehad met jouw oma? Ja, vanuit het kamp Vught heeft hij briefjes kunnen versturen. En zijn er ook pakketjes verzonden vanuit Utrecht, waar mijn oma en mijn vader woonden. Ja, maar uiteindelijk is hij naar Duitsland gegaan, op transport gesteld. Ja. Zijn er daarna nog dingen van hem bekend? Nee. We weten dat hij in Sachsenhausen terecht is gekomen, vlakbij Berlijn. En daar weten wij zijn gevangenennummer nog van. En we kunnen ongeveer terugconstrueren wanneer hij naar Neuengamme is getransporteerd. En met de kans dat hij dus door vermoeidheid en ziekte om het leven is gekomen, zoals heel veel mensen in Neuengamme, die is groot. Ja. Jouw vader was maar een jochie in de oorlog, toen opa naar Neuengamme moest, zal ik maar zeggen. Heb je het er met je vader zelf veel over gehad? Sprak hij erover? Jawel, moet wel eerlijk zeggen dat mijn vader niet daar zou zeggen van vanochtend, nou, we gaan er vandaag eens uitgebreid over hebben. Maar dat hij er wel geïnteresseerd in is, ook in het onderzoek wat ik heb gedaan. En dat hij zelf ook met dingen kwam, hè, dat hij een doosje met die brieven die ik net noemde, die kwam hij daarmee op te proppen. En die had hij ook nog nooit geopend, dus die heeft hij tot voor kort, die zijn 60, 70 jaar niet aan het daglicht gekomen. En het feit dat je niet weet waar de laatste rustplaats is van jouw opa en hij dus hier genoemd wordt, dat is toch wel bijzonder. Ja, het is prachtig dat ik dus wel weet dat hij, je bent pas dood wanneer je niet meer herinnerd wordt. Dus mooi dat op deze manier en in Den Haag toch eens in zoveel tijd die bladzijde weer zeg maar omgedraaid wordt. En dat iedereen toch ook stilstaat van ja, Cornelis Kameling. Ja, komt hij op het ereveld in Loenen toch zo om de zoveel tijd nog een keer voorbij. Zeker. Ja. De afgelopen 25 minuten hebben we de slachtoffers van de oorlog een gezicht gegeven. Hebben we u laten zien dat achter al deze stenen verhalen schuilgaan van mensen van vlees en bloed. Mensen zoals u en ik. Bedankt voor het kijken. Dag.